wel trekken. Kom op. Absoluut wel. Het is echt een nul. Hey allemaal, ik ben Mandy en vandaag heb ik weer een nieuwe video voor jullie. En dit keer ben ik niet alleen. Ik ben samen met... Wie zijn jullie? Ik ben Perry. Jamie. En Mariska. Zo. Ik kan mama zeggen, maar... En dit zijn mijn ouders en dit is mijn zusje. Zusje kennen jullie... papa. Papa dan, oké. Okay. Zusje kennen jullie misschien wel uit de Gummy Face Real video. Die is heel erg goed bekeken en we gaan binnenkort een deel 2 maken, want dat is heel vaak aangevraagd. Maar dat kon hier niet, dus dat komt binnenkort als we weer in Nederland zijn. Maar vandaag, ja, mijn moeder en ik zijn langs een bakkertje geweest. Want we zijn hier in Griekenland op vakantie. En we hebben hier allemaal dingetjes gekocht en die gaan we vandaag proeven. We kennen de producten nog niet, dus... Ja, we gaan laten weten wat we ervan vinden. En misschien wordt het wel vies, misschien wordt het wel lekker. Jullie zien het vanzelf, denk ik. Als eerste hebben we dit. En het schijnt een soort baklava te zijn. Ik ga het gewoon even in 4 stukjes snijden. Het ziet er echt klopt ja, uit. Het is volgens mij een soort baklava. Met chocola. Met chocola. En het is best wel hard. Dus... Het lijkt een beetje aan een vijg aan de onderkant. Oh. Een mini taartje. Het is wel heel plakkerig. Kleefdoekjes even pakken. Zeker. Oh, chocola. Oh. Precies chocola zitten. Hè? 3. 2, 1. Helemaal? Ja. Oh, dan heel sap uit. Zand. Nee joh. Dat is baklava met chocola. Ja, een beetje baklava. Ja, het is maar nog iets zand. Al dingen zo, hè. Chocola. Crispy. Het is crispy. Een beetje deegachtig. Nee, ik vind dat puntje chocolade croissant smaakt, maar dan zoeter. Ja, dat is gewoon... Zoet chocolade croissant, ja, dat is het wel goed. Lekker, we hebben alleen geen servetjes, dus dat is niet handig. Meer maar in je haar, zou ik zeggen. Wat vinden jullie hiervan? Van een ster van 1 tot 10? Een 6. Ja, ik een 8. 7. Gewoon te zoet. Ik vind het ook wel een 7. Ik zou er zo nog wel een stuk van eten, zeg maar. Dit is een soort koekje met chocolade tussen en hier worden er wel 4 van. Mm. Dus die kunnen we allemaal proeven. Ik weet niet hoe het heet. Lijkt want... me een bokkenpoot of zo. Ja. Ja, het lijkt er wel op. Maar volgens mij is het niet. Oké, ja? 3, 2, 1. Oh. Hm? Heel erg nootjesachtig. Proef een beetje kokos, of niet? Ben je lekker? Apart. Nog af de andere kant zonder nootjes. Oh, er zit geen chocolade tussen. Het is iets anders. Het is lem of zo. Nou, je droog op. Het lijkt een beetje op die plakkerige jam, op die kozen. Dat is niet zo lekker. Dat is niet mijn favoriet dit. Nee, dat is ook niet mijn favoriet. Ik geef het een 5. 6,5. Nou, ik geef het een 5. Ik ook een 5. Ik vond het niet zo. Een 5. Ja. Het ziet er lekkerder uit dan het is. Ja, dat wel. Ja, dat klopt. Ja. Nou, ik vond het wel lekker. Oké, okay, dan hebben we hier een soort van chocolaatje. Oh, alleen dat is spannend. Niet. Ja, het is zilver. Het staat op chocolatino, denk ik. Ja. Weer met chocola. Ja, als smelt het. Eerst met alle chocolade dingen, anders smelt het hier. Het is heel warm. Misschien hebben ze hier alles met chocolade. Zo'n fop cadeautje, het is 2 keer ingepakt. Fop cadeautje. Het ruikt van naar pure chocolade. Ja, ik weet niet, misschien zit er iets speciaals in. Huh? Ik denk dat er een koekje in zit. Oeh, KitKat. Het lijkt een beetje op dat Milka koekje. Nee, het is smeuig van binnen. Hij ziet er erg lekker uit. 3. 2. Oh, heb ik al op? Chocoprins. Oh. Het is gewoon een beetje chocoladekoekje. Ik vind het niet zo speciaal. Ook niet heel lekker. Nee. Te veel chocola. Ik geef het gewoon een 5. Ik geef het nog wel een 6 hoor. Ik ook. 6,5. Te veel chocola. Oké, dan dit. Dit zag ik liggen. Ik vond het een keer heel speciaal uitzien. Het lijkt alsof het verpakt zit in een plastic iets, maar het is volgens mij gewoon eetbaar. Het lijkt wel een cupcakeje of zo. Ja, het lijkt op een cakeje met vanille achter, maar het lijkt op een. Het ruikt een weet niet, het ruikt niet echt nergens naar. Ik vind het op een bruisbal lijken. Nou, vulkaan vind ik het. Ik ruik vanille. Ja, ik vind het een beetje vulkaan. Nee, we eten het gewoon hoor. Het is een vulkaancake. Ja, vulkaan. Zit in een vulkaangebied hier. Ja. Het is moeilijk. Maar het splijt er niet uit, dat scheelt. Nee, dat is dan wel jammer. Dat ziet wel er wat drogerig uit. Ik op deze. Wat? Sinterklaas komt achter. Oh my god, moet je ruiken? Een anijs of zoiets? Nee, het is geen anijs. Ja, ik ga nog een lezen. 1. Ik heb een mond. Huh? Ik dacht het is van heel je. Oh. Moet je ook aan ruiken? Gefiniet. Eeuw. Proef niks. Oh, zo heel vies dit. Eeuw. Echt planten smaakt het aan. Het smaakt echt naar vulkaan. Nee. Zo, dit hoef ik echt niet. Wil iemand dit? Nee. Een nul is dit. Oh, dit is echt een nul. Het is gerookt. Het is iets van gerookt of zo. Nou. Oh, dus dit moet je echt niet kopen. Dit is echt heel vies. Ik kom later pas te horen smaak. Oh nee, nu parteer we. Die smaak komt echt later. Wat is dat voor vieze smaak? Ik moet daar van kotsen. Nou.
Of je een plant die iemand hebt geduwd. Ja, weet je wel. Ja. Het is echt niet aan te raden. Dit is echt een nul. Het is perfect, maar dit een nul. Was geen aloe vera erin zat. Ja, een beetje aloe vera. Duimpje omlaag is dit. Oké, dan dit. Dit ziet er heel speciaal uit. Met, ja, hoe noem je ze ook nootjes? Nootjes. Ik denk dat dit wel lekker gaat zijn. Ja, dat denk ik ook. Oh, je hebt er wel zin in. Maar dat dachten we net ook. Ja, soms ziet het er lekker uit dan het is. Oké, pak een stukje. Oh, zo taai. Ik dacht het is heel krokant. Nee. Ah. Oeh. De vrouw moest ook van elkaar hakken. Dus taai, ja. Oh, lekker. Echt wel dat je zo hap zo'n boterkoek. Nee, ik vind het wel lekker. Ja. Smaakt lekker dan nootjes. Amandeltjes met honing. Dat is echt lekker. Hey. Deze is goed hoor. Nee, ik heb een 9. Het is ook lekker. Ik geef het ook een 9. Ik heb een 8. 9, ja. Ja. Wat geef je? Ik vind het lekker. Wow. Wat geef je? Een 8,5. 8,5, oké. Okay. Dus wel een aanrader. Ter afwisseling hebben we ook nog snoepjes. Het lag in zo'n bak en we weten echt niet wat het is. Het ziet er leuk geel uit. Het is lekker niet heel zoet. Dus we maken het allemaal maar open. Wat staat erop? Maar doe je dat niet heel lang? Kam, kap, bam, lijkt ja, een zuurtje. Kap, dan moeten we het kap, bam, mea, niet, moeten we dit opplaatsen? Metabia. Ati tu oita. Lukt het? Tibia. Maak maar ik open. Ik probeer het te lezen. Met... Het ruikt als het gebakje wat vies. Oh, het ruikt inderdaad niet zo. Jongens, gaan we dit doen? Nou, 3, 2, 1. Nee. Ja. Ik hoef nog niks. Ik hoef sauna smaak. Nee. Niet. Sauna smaak? Ja, voor smaak. Ik proef een stukje sauna. Ik te kruiden. Ik proef sauna dan weer. Eucalyptus. Nou. Eerst proef ik een beetje citroen achter en dan proef ik kruiden. Ja, kruidig is het ook. Ik proef echt niks. Oh, dat gaat niet goed dan. Nee. Nou. Ik vind het wel gewoon een, ja, 7. Ja, het is niet heel spectaculair. 6,5. Niet heel spectaculair. We kwamen ook in een soort van biologisch-achtig, echt Grieks winkeltje. En daarbij zag ik dit liggen. En het zijn echt van die pastelkleurtjes, snoepjes. Ziet er echt leuk uit. En dat gaan we gaan proeven. Hier heb ik echt, denk dat het echt heel lekker gaat zijn. Oh, het lijkt wel de chocola. Ik wil ook roken. Oh, chocola. Gaan bijten? Oh, ja. Niet bijten. Oh. Oeh, crunchy. Lekker. Siri? Ja. Wil Siri ook? Ja. Siri komt ook proeven. Een beetje. Ik wil er nog een keertje eentje proeven. Dat was niet goed geproefd. Bro. Nee. Echt wel. Gewoon lekker. Het heeft geen... De kleur het hebben... Is, het is lekker crunchy of zo. Maar de kleur, ja. heeft geen... invloed. Is de binnenkant? Het lijkt wel een beetje op een smartie. Ja, een beetje crunchy smartie. Maar dan een beetje groter. Ja. Ik geef een 8. Ik geef het ook een 8. Ik ook een 8,5. Dat is anders. Ja, ik vind het ook een 8,5 waard. Dit vond ik echt wel lekker. Dit zagen we liggen en het zag eruit als een normaal cakeje, maar ook weer niet. Oké, wat ruikt? We hebben genoeg. Hoe ruikt het? Het is brood of zo. Ja, een beetje wel. Een beetje droog ruikt het. Oh ja. Een broodje. Eén. Heel droog. Nee. Dus ja. Droog. Vinden we ervan? Nou. Ik vind het wel lekker, maar met droog. Ja. Ik proef vanille en een beetje chocola, maar ook droog. Een beetje karig. Een 6. 7. Nou, ook 7. 6,5. Zo, lekker met je mond vol praten. Om het schoft. De watermeloen bewaren voor het allerlaatst. Nu als eerste iets van Noga. Het is al een beetje zacht geworden. En dit is Noga met cranberries en almond. Kijk, met wafeltje erbij. Wafeltje? Ja, dat is dan zeker op de maag. Oh, het lijkt op een ijsje met een wafeltje ertussen. Ja. Ja. Oh, dan kan bijna mijn gelijk mond zeggen. Ja, jij zit de watertanden vol. Oefgrage mens. Ja, je ook hoor. Absoluut weg. Oh, kan doen. Oh, dit vind ik echt lekker. Het is heel zoet. Fruitig. Dan komt er je cranberry. Cranberry proef je duidelijk. Bro, het is wel gekker. Zoet is het ook. Ik wil echt van ogen. Het is heel zoet. Het is wel lekker. Ja. Dus als je een gebit hebt, blijf kleden. Ik vind het niet geweldig, maar ik vind het wel lekker. Het is denk ik voor mij wel een 7,5. 8. Ik geef het ook een 7. Ook een 7, ja. Als allerlaatste zijn dit watermeloen snoepjes. Oh! Lijkt wel Turks fruit. Er zit wel een beetje Turks fruit, man. Beetje gierig weinig in. Maar... ik denk het is een heel verpakking. Is dit het? Dat is een soort suiker. Oh mijn god. Oh! Haar in mijn gezicht. Ja, is het... iets wits op of zo. Suiker inderdaad, waarschijnlijk. Lekker hebben we erin staan. Maar ik denk dat het heel zacht van binnen is. Oké, nee joh, echt? Het smoelt dat? Ja. Oké, 3, 2. Oh, poedersuiker, of niet? Ja. Ik weet niet wat. Lijkt wel poedersuiker. Lijkt wel een... Oké, 3. Oké, nu doorbijten. Doorbijten. Huh?
Heel raar. Plak hem al. Moet de watermeloen smaken. Ja, dat smaakt op laatst wel naar watermeloen. Een hoop fantasie hebben ze. Oh, gaan we met ons ogen dicht proeven? Ja. Ja, oké. Doe maar. 3, 2, 1. Moet het door je mond laten zuigen. Wals door heel je mond. Heel rare structuur. Ja. Het plakt een beetje aan je tand, maar ik vind het best wel lekker. Ik heb ooit Turks fruit op van Inter McClaus, maar dat smaakt heel anders. Dus het is geen Turks fruit. Nee, het is geen Turks fruit. Het is echt Grieks fruit. Ik vind het een 5. Een zachte meloen smaak je erin. Ik hoef het niet meer. 15 vind ik het. Ik vind het een 6. Ik wil een 7,5. Nee. Grapje, 6,5. Oh. En jij vond het zo lekker, zeg. Ik denk een 6. Dit was alles. Wat vonden jullie het lekkerste? Die gekleurde balletjes. En, ja, die gekleurde balletjes met een chocola. En die ene, die vond ook heel lekker. En die andere, hoe heet dat? Met de amandelen, amandeltjes. Ja, die nootjes waren ook lekker. Wat jij? Ik vond die amandelen met dat honing erin vond ik heel lekker. Ja. En die balletjes waren lekker. Dat zeggen we allemaal. We zijn wel eensgezind, hè? Ja. Ja. Moet straks delen. Ik heb nog wat anders. Oh, wat dan? Die chocola daaronder, die vond ik ook erg lekker. En wat van het vies, dat denken we allemaal over eens. Die uitgespuugd hebben, die vieze cakejes, man. Ja, die lava cake. Nee, niet lava cake. Hoe heet dat? Vulkaan cake eigenlijk. Vulkaan, die was echt vies, hebben uitgekost. Nee, geen lava cake kopen. Nou, dit was het. Nou, dan... Gek, ja? Ja, nou, dan was dit de video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ook een keertje weer met mijn ouders en mijn zusje. Aankomende week. Dat klopt er niet. Mijn ouders en mijn zusje. Ja, dat klopt niet. Maar jullie snappen het niet. Aankomende week komen alle vlogs online. Want ik heb dagelijks gevlogd hier. Ja, we hebben heel veel dingen gedaan. We hebben op een vulkaan gelopen. Onder een vulkaan gezwommen. Nog heel veel andere leuke dingen gedaan. Nog gewoon even kijken. In een vulkaan. Ja, nee, kijk maar gewoon even al die vlog. En vergeet niet, hè. Ja, duimpje omhoog. Duimpje omhoog. Zou ik voor nu zeggen. Bedankt voor het kijken. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Te abonneren. Te reageren. En de volgende keer weer te kijken. Yes. Kijken. Doeg. Doei. Doei. Doei.